Hallo kijkers, ik ben Peter den Haring en ik doe een poging om door het interviewen van markante, bijzondere mensen een beetje breder licht te werpen op het onderwerp spiritualiteit. En dat is dat er dus tussen hemel en aarde meer is dan wolken, chemtrails, drones en satellieten. Het voelen van mijn gevoel van inspiratie en van liefde, waar komt dat vandaan? Waar komt mijn gevoel van zingeving vandaan? Wat moet ik hier doen in deze wereld? Ga ik alleen maar volgen wat me wordt voorgeschreven in de maatschappij? Nee, want daar voelde ik op dat moment in bepaalde fases prettig gevoel bij. En dan is het van, ga ik leven volgens wat me geleerd is of volgens wat mijn gevoel aangeeft wat goed is voor mij? Ja. Zit je in een moeilijke situatie, maar ook in een fijne situatie? Kijk of je hier aan de slag gaat. Hoe kan ik dit behouden? Of ga je ontspannen met wat er is, met de vreugde en met het verdriet? Van daaruit ga je een nieuwe patroon ontwikkelen die je helemaal niet leert op school. Ja. Of tijdens je studie, zelfs in de psychologiestudie niet. Ik denk het grootste gedeelte wat zo is, de mens is goed van binnen. De mens deugt. De mens is hier voor groei, zingeving en elkaar te ondersteunen. Dus op het moment dat je dat laat ontstaan en er zijn geen mensen meer die alle macht naar zich toe trekken en die eigenlijk heel erg verleid zijn door macht en door hebzucht en door trots en dat...